Cheers. Cheers. Yes, welkom en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En ja, zoals jullie al ongetwijfeld is opgevallen, ben ik vandaag niet alleen. Ik ben hier met Sven Jansen. Yes. Voor de mensen die mijn vlogs eerder hebben gekeken uit Thailand, die zullen Sven ongetwijfeld herkennen. Sven is een goede vriend en een van de coaches in de Dropship Academy. Dus hij helpt mensen met al hun vragen, coaching, 1-op-1 begeleiding. Doet ook regelmatig de groepscoaching, dus hij heeft ontzettend veel verstand van dropshippen. En wij zitten hier vandaag klaar voor een Q&A. Want ik heb in mijn gratis Facebookgroep Dropshipping Nederland, als je nog geen lid bent, word even lid, link staat in de beschrijving. Heb ik jullie gevraagd wat jullie brandende vragen zijn over dropshippen. Jullie hebben heel veel interessante vragen ingestuurd. En wij zitten hier vandaag om al jullie vragen te behandelen tijdens onze Academy vrijdagmiddagborrel. Dus ik zeg laten we beginnen, ben je er klaar voor? Yes, let's Top. Go. Eerste vraag is van Klaas de Kuiper. En Klaas de Kuiper vraagt: met welke mindset begin je het best je dropship verhaal en wat als het misloopt? Eerste deel van de vraag is top, want Klaas is zich dus van bewust van dat de juiste mindset belangrijk is. En dat je niet alleen met de juiste mindset moet starten, maar die ook continu moet blijven ontwikkelen. Tweede deel van de vraag daarentegen: wat als het misloopt, is het perfecte voorbeeld van een mindset die je niet wilt hebben. Want, vraag voor jou bijvoorbeeld Klaas, van wanneer loopt het mis? Is dat als een product niet werkt? Is dat als je geen bezoekers meer krijgt? Is dat als het even slecht gaat? Kijk, ik heb heel veel cruciale fouten gemaakt in mijn dropship avontuur. Daar heb ik al eerder over verteld op dit kanaal. 1000 euro's producten retour gekregen. Juridische, bijna rechtszaken aan mijn broek die me een paar duizend euro heeft gekost. En op dit punt zouden er heel veel mensen zijn die zouden stoppen met dropshippen. En dat zou voor hun het moment zijn waarop het misloopt. Voor mij is dat niet het moment geweest waarop het misloopt, want ik behandel de situatie anders. Het was gewoon simpelweg een fout die ik heb gemaakt, net als iedereen fouten gaat maken. Daar leer je van en dan ga je door. En het loopt pas mis op het moment dat jij vindt dat het misloopt en op het moment dat jij opgeeft. Dus als je start met het idee van het kan niet mislopen, ik kan fouten maken, gaat ook gebeuren, maar dat is niet de reden waarom het misloopt, gaat het niet mislopen. Dat kan gewoon niet. Als je nooit opgeeft en altijd doorgaat en leert van je fouten, zal er ooit een punt komen dat je succes gaat behalen. Dus, als je al start met het idee van nou, wat als het misloopt, raad ik je aan om niet te starten. Precies. Tweede vraag is van Jarno van Bakel. En Jarno van Bakel vraagt: wat kost gemiddeld een boekhouder per maand? En ook dit is weer een hele goede vraag, want Jarno is zich er dus van bewust dat hij een boekhouder nodig heeft, dat hij het niet zelf moet gaan doen. En ja, top. Ja, en wat die gemiddeld kost, ik zou zeggen rond de 60 à 80 euro is wat wij voor onze boekhouder betalen in ieder geval. En ja, wat mij betreft is het absolute investering waard, ja. Want je wil echt niet zelf alles gaan uitvogelen. En als je dan ook nog eens een foutje maakt, kan dat je echt al gauw honderden, zo niet duizenden euro's kosten. Dus wat mij betreft is de investering zeker waard. Yes, helemaal mee eens. Jonathan Helsen, enkele SEO tips. En SEO staat voor Search Engine Optimization. En dat houdt eigenlijk in dat je webshop goed gevonden wordt in de zoekresultaten. Dus als ik bijvoorbeeld iPhone hoesjes verkoop en iemand zoekt naar iPhone hoesje kopen, dat ik bovenaan kom te staan. En twee opmerkingen. Eerste opmerking, stel je vraag wat specifieker. Tips is te algemeen, ik kan allerlei tips geven. Zorg voor de juiste keywords, headlines, backlinks, weet ik veel wat. Ga je waarschijnlijk weinig aan hebben. Dus probeer je vraag sowieso specifieker te stellen. En om je vraag een beetje te beantwoorden is het belangrijkste om te beseffen dat SEO, dat je dat niet zomaar doet en niet zomaar kan implementeren met wat tips. Maar dat je daar een duidelijke strategie voor moet hebben en waar je continu mee bezig moet zijn. Dus of je verdiept je er zelf in of je besteedt het uit en je laat een ander bedrijf dat voor je doen. Heb je nog aanvullingen voor de SEO tips? Nee, ik vond het compleet anders. Top. Sven, jij mag deze beantwoorden. Dit is een vraag van Niels Krienen. Niels vraagt: contracten afsluiten met de leverancier of is een mailovereenkomst genoeg? Contract afsluiten met de leverancier? Nee, dat is in principe niet echt nodig. Ik stuur altijd gewoon een mailtje, een kant-en-klaar template heb ik daarvoor. Stuur ik naar de leverancier met een paar vragen. En als die positief beantwoordt, dan is het wat mij betreft goed. Ja.
Weet iemand hoe het zit met Belastingdienst in Nederland zodra je producten verkoopt? Vraagt Kate Kenneth Hamilton. Hele mooie naam, vind ik dat. Ik heb het ongetwijfeld verkeerd uitgesproken. Excuus als je dit kijkt. Ja, dat weet iemand. En die iemand is een boekhouder. En die boekhouder kan je alles vertellen. En die boekhouder heeft er heel veel kaas van gegeten. En die boekhouder zorgt er ook voor dat jij dit soort vragen niet hoeft te stellen. Dus mijn advies is, stap naar een boekhouder toe. En voorkom alle hoofdpijn die met belasting en administratie te maken hebben. Ja. Yes. Mies van der Berg vraagt, spreken de leveranciers altijd goed Engels zodat je duidelijke afspraken kan maken? En hoe kijk je precies hoe een leverancier geschikt is of niet? Ik zag al een filmpje van je waar je dit kort bespreekt, toch ben ik nog benieuwd. Denk hierbij aan het pakket uiterlijk tekens. Concrete vraag, goed dat je dat er nog bij hebt gezet trouwens. Hoe scan je de leverancier en welke afspraken maak je? Nou, of ze goed Engels kunnen? Nee, helaas niet. Helaas krijg je echt vaak yes friend, no friend. Als je zo'n vragenlijst stuurt, dan krijg je no thank you friend als reactie terug. Dus nee, wat dat betreft spreken ze niet goed Engels. En hoe je... Wat was nou de vraag? Eigenlijk vraagt hij hoe je erachter komt of een leverancier wel of niet goed is. Ja, nou, daar hebben we standaard template voor met 4 vragen. En die sturen we altijd naar de leverancier toe. En als die daar positief antwoord op geeft, dan... Dus prima. Ja, en die 3 vragen zijn de 3 Ali Essentials. Want voor je met de leverancier in zee gaat, moet je een aantal dingen weten. Zijn een aantal dingen belangrijk? Bijvoorbeeld of die überhaupt doet aan dropshippen. Of die producten en pakketjes kan versturen zonder bonnetjes en facturen. Wat de verwerkingstijd is, zodat je de levertijd kunt verkorten. Dus dat zijn een aantal dingen die je sowieso vraagt in het contact. En er zijn een aantal dingen waar je op let, zoals de rating en de feedback en de feedback bij producten. En dat soort dingen hebben we een standaard stappenplan voor in de Dropship Academy. Even kijken. Chris Keunen, is er een voorbeeld KVK aanvraagformulier? Weet niet wat ik allemaal moet invullen, haha. Oké, Chris, maak je alsjeblieft niet druk. Het is gewoon een standaard formulier en er zijn heel veel vragen die je niet kunt beantwoorden. Dus die kun je ook niet goed of fout beantwoorden, want er is geen goed of fout antwoord. Vul gewoon wat in. Als je bij de KVK aankomt, dan krijg je nog een gesprek. En als er dan dingen niet goed zijn ingevuld, of het komt wat duidelijker of iets dergelijks, dan kom je daar snel genoeg achter. Ja. Oké. Toekomstplannen van dropshippen. Ja, oké. Steve de Waard vraagt, wat zijn de toekomstplannen van dropshippen? Kijk, e-commerce wordt alleen maar groter de komende jaren. We zien nu al dat steeds meer aankopen online worden gedaan. Niet alleen voor dit soort dingen, maar ook voor huishoudelijke aankopen zoals boodschappen. Kijk bijvoorbeeld naar de bezorgservice van Albert Heijn of Picnic die nu opeens heel groot begint te worden. Dus alles verschuift steeds meer naar online. Dat betekent ook dat e-commerce steeds groter wordt. En dropshipping is slechts een klein deel van e-commerce. En helemaal dropshippen vanaf AliExpress is, ja... Ik zie het gewoon als de makkelijkste manier om te starten binnen e-commerce. Als je een goede niche hebt, dan ga je laten uitbreiden, ga je producten inkopen, ga je het laten verzenden door een fulfillment center. Misschien willen we werken met Nederlandse leveranciers. Dus dat is een beetje de ladder van e-commerce. Ja. Ja? Eens. Mooi voor jou, van Marcel Massaat. Kijk. Als je een domeinnaam op Shopify koopt, maar uiteindelijk toch een andere niche wilt, kan je je domeinnaam dan weer verkopen en eenvoudig switchen naar een ander en je shop daarop aanpassen? Nee, je kan je domeinnaam niet verkopen, want je koopt je domeinnaam niet. Die huur je voor een jaar of een aantal jaar, net wat je zelf wilt. En mocht je van niche willen veranderen, dan huur je gewoon een nieuwe domeinnaam en dan je gooi je shop. Je kan wel een domeinnaam verkopen. Je kan een domeinnaam wel verkopen. Verkopen? Nee, je doet hem een jaar kopen. Ja, maar je hebt ook, als je een domeinnaam koopt, dan kan je hem daarna ook weer verkopen als de waarde van de domeinnaam is. Ja? Ja, dat weet ik zeker. Oké. Maar het gaat om 3 euro volgens mij. Ja. $14 als je via Shopify koopt. Zoiets, ja. Om dat te verkopen. Nee, niet echt noodzakelijk. Nee. Maar kan je weer eenvoudig switchen naar een andere? Ja, met een paar drukken op de knop. Ja. Hoe liep het begin van jouw dropship carrière? Golfslagbad. Nee, de eerste maand ging goed. €8400 in de eerste maand, ik helemaal blij. Daarna heb ik dus, ja, zoals ik in het begin van de Q&A al zei, die fouten gemaakt, wat me heel veel geld heeft gekost. Heel groot leermoment voor mij ook. Dus toen ging het weer zo. En de meeste mensen zouden stoppen op zo'n punt. Ik ben doorgegaan en nu gaat het goed. Ja. Bij jou? Ja, wat mij betreft. Ik had eigenlijk best wel een goede start. Best wel veel omzet gelijk.
daarna heb ik echt al zeker 3 keer gehad dat het gewoon helemaal is ingezakt. En dat ik gewoon weinig omzet draaide, gewoon zoals verlies draaide af en toe. En dat is altijd weer bijgeschroefd, omdat ik gewoon doorging en nooit opgaf. Dus. Ja. Oké, de camera viel even uit, dus hij zit in de oplader nu, dus als het goed is kunnen we verder. Vladislav Lim vraagt, wat is jouw doel target in een wc voor CPC en CPM? Wanneer exact weet je dat je de ad moet killen, zelfs als er sales zijn? Ja, dat is afhankelijk van meerdere factoren. Ik denk dat je nu ook wat termen door elkaar haalt, dus het is eigenlijk vrij moeilijk om hier nu antwoord op te geven. Ja, een beetje een warrige vraag. Ja, oké, wat je eigenlijk vraagt, wat is jouw doel target in een website conversie voor CPC? Dat is kost per klik, ja. En CPM. Dat zijn allebei dingen die niet interessant zijn. Want je vraagt naar kost per klik, dus de kosten voor een unieke link, voordat iemand doorklikt naar je site. Dat is eigenlijk niet zo relevant, want soms betaal ik wel €1 per kost per klik. Maar dan is die klik heel veel waard. Dus dat betekent dat mensen enerzijds sneller kopen en anderzijds meer besteden op mijn webshop. Ik heb soms ook wel eens hele goedkope kost per kliks, zoals bijvoorbeeld 7 cent of 8 cent of 10 cent. Maar dan converteren die kliks niet. Dus om alleen te kijken naar de kost per klik, nee. CPM zijn de kosten per 1000 mensen die je bereikt, of 1000 weergaven, een van die twee. Ook dat is niet zo interessant, want je kan 1000 mensen bereiken voor €50 als deze mensen voor €200 op een shop kopen, dat is dat top. Je kan ook een CPM hebben van €1 of wat zeg ik nou, of van €10 bijvoorbeeld, een stuk goedkoper. Maar de koopt niemand, heeft dat nog geen zin. Nee, dus eigenlijk in de kern gaat het om de waarde van je traffic in plaats van wat traffic uiteindelijk kost. Kost per klik en CPM zijn wel variabelen waar je naar kijkt, maar zijn geen primaire data points en helemaal niet om te bepalen of je een ad stopt of niet. Nee. Ad vraagt, hoe hou je de automatische verzendkosten uit je product? En als je op de titel klikt van je site, kan je daar dan weer opnieuw nieuwe collecties toevoegen? Ja, je kan sowieso nieuwe collecties toevoegen. Hoe hou je de automatische verzendkosten uit je product? Moet je even kijken naar de shipping instellingen. En die staat standaard op €10 volgens mij. En die moet je gewoon even aanpassen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de verzendkosten dalen? Hij staat nu op €10 vrij prijzen voor de gemiddelde consument namelijk. Max van der Heijden vraagt dat. Voor jou eigenlijk hetzelfde antwoord. Kijk even naar je shipping instellingen. Stel dat goed in. Ik zit duidelijk niet in de Academy. Nee. Had je dat geweten, Max. Had je dat geweten, Max. Jamon Amatabusiki. Amat Basuki vraagt, wat moet je precies allemaal doen qua boekhouding? Hoe zorg je ervoor dat je duidelijk je inkopen bijhoudt en wat je winst is? Bekijk je dit via AliExpress of Obelo of Shopify? Dit is al de derde vraag over boekhouding. Wij zijn allebei, tenminste als ik mezelf kan spreken, ik ben geen boekhoudexpert. Ik ook niet, absoluut niet. De meeste ondernemers niet. En ja, weet je wat het is? Als je start met ondernemen wil je focussen op 2 dingen. Namelijk dingen die geld opleveren en dingen waar je goed in bent. Boekhouding bij dropshipping levert over het algemeen geen geld op. De meeste mensen die starten zijn hier over het algemeen ook niet extreem goed in. Dus daarom zou ik je adviseren om het uit te besteden. En een boekhouder, zoals Sven net al zei, kost een paar tientjes per maand. Maar dan ben je gewoon verzekerd dat je aan de slag gaat met een boekhouder die alles voor je uit handen neemt. En je hebt de garantie dat het gewoon goed gebeurt. Dat je er zelf gaat mee zit te kloten, we zien in die groepen ook al zoveel fouten die gemaakt worden. Echt zulke basic dingen. En als de belastingdienst daarachter komt, ga je naheffingen krijgen en aanslagen en boetes en noem het allemaal maar op. Dus zorg gewoon voor dat je of een boekhoudpakket gebruikt. Als je niet die paar tientjes wil investeren. Dat kan gratis volgens mij als je in aanbod bij de KVK. Ja, klopt. Ja. Dan heb je een gratis boekhoudprogramma. Ja. Bij e-boekhouders, dat doet al heel veel voor je. Maar ja, als je het zeker wil weten, huur gewoon een boekhouder in. Dat is ook de persoon die je al dit soort vragen kan stellen. En dan kan je zelf gewoon alleen maar focussen op geld verdienen. Ja, en het gaat je echt geld kosten als je hier fouten mee maakt. Ik ken iemand die had 1 order... Geen btw-aangifte gedaan en die kreeg toen een boete van €100. Dus kijk daarmee uit. Ja. Klantenbestand / register. Boy van Nieuw, op welke manier pak ik dit het beste aan? Of heeft iemand hier een goede app voor? Voor een klantenbestand of register? Shopify zelf. Ja. Ja, Shopify zelf houdt alles bij. Dus die houdt precies per klant bij hoeveel ze besteed hebben, hoe vaak ze besteld hebben. Als jij bijvoorbeeld een aparte actie wil maken van de mensen die meerdere keer op de shop besteld hebben, of van de mensen die het meeste uit hebben gegeven, kun je dit allemaal zien in Shopify zelf. En hier heb je dus geen klantenbestand of klantenregister voor nodig. Als je links in het menu naar customers gaat,
vind je daar alle informatie die je nodig hebt over een klant. Chris Keunen vraagt, op AliExpress staan producten met een merknaam. Hoe kun je hiermee omgaan? Want het lijken private label producten. Ja, je moet erbij onderscheid maken tussen echte merken, namaak zeg maar dan kom je wel achter als je een reverse image search doet. Ja. En private labels van de Chinese leveranciers zelf. Want soms hebben leveranciers zelf hebben een eigen merk die ze zelf produceren. Er staat dus wel een merk op en die is van de leverancier zelf. En dat, ja, dat mag je wel gewoon verkopen. Maar inderdaad, die nepmerken moet je wel heel erg mee uitkijken, want daar kan dan copyright op zitten. En als je dat gaat verkopen, dan kan je volgens mij wel een groot probleem krijgen, of niet? Dat heb ik wel eens, heb ik wel eens gehoord inderdaad, ja. In de wandelgang. Ja, in de wandelgang, ja. Ik denk dat dit al waren. Oké. Okay. Ik wil je voor nu bedanken voor het kijken. En als je het nou leuk vond, deze setting met ome Sven erbij en deze Q&A, laat het dan even weten in de comments. Als je nog meer vragen hebt die we bij een volgende Q&A mee moeten nemen, laat dat dan ook even weten in de comments. Vergeet ook absoluut niet te subscriben en klik ook even op dat notificatiebelletje, zodat je een nieuwe melding krijgt als ik een nieuwe video online gooi. En heb ik al verteld dat ze moeten liken? Nee, nog één keer. Oké. Als je dit nou een leuke video vond, gooi dan even een blauw duimpje omhoog. Doe even een klik op de like. Juist. Cheers. Cheers. To achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording.